Man. Deze week, wat een puinhoop. Bij mijn studio Joost Vullings, politiek commentator. Joost, wat een puinhoop. Xander van der Wulp in Den Haag. Ja, wat een puinhoop. Wat een puinhoop! Ja. Het laatste ging over iets anders, maar inderdaad. Het is een puinhoop in Den Haag. En dat komt door één zinnetje. Want 900 jaar lang was Heban Olla Vogela Nestas Hagunan het meest iconische zinnetje in de Nederlandse taal. Ik weet nog waar ik was. Maar sinds deze week is dat positie omzicht functie elders. En we weten nog vrij weinig. Hè? Is het een liefdesversje? Was het een dronken monnik die zijn vulpen uitprobeerde? We zullen er misschien wel nooit achterkomen. Het enige wat we echt weten is dat het om deze man gaat. Pieter Omtzigt, Kamerlid van het CDA. En dat het niet de bedoeling was dat we het zagen. Maar hoe komt het dan dat we het wel hebben gezien? Nou, dat heeft alles te maken met de slechtste ochtend uit de carrière van demissionair minister Ollongren ooit. Ja, minister Ollongren, die heeft een hele slechte ochtend. Ja, een hele slechte ochtend dus voor Kajsa Ollongren. Toen de wekker ging, was ze nog verkenner in de kabinetsformatie, samen met de moeder van Jorrit. Maar toen... toen begon de dag. De twee verkenners vervolgen hun gesprekken over een nieuw kabinet. Kajsa Ollongren heeft corona. Een fotograaf heeft interne notities uit het formatieproces kunnen vastleggen. En dat is deze foto van verkenner Ollongren. De verkenners voor een kabinet hebben hun opdracht teruggegeven aan de Tweede Kamer. Holy shit! Dat is een pittige ochtend. In die tijd had ik alleen maar een broodje pindakaas gesmeerd en de vaat was erin geruimd. En zelfs dat was nog niet helemaal klaar, want er stak zo'n houten pollepel net iets te veel uit, waardoor die bovenste la niet... Maar het begon er dus mee dat Ollongren positief werd getest op corona. En ze had zich uit voorzorg laten testen omdat staatssecretaris Corona Keizer positief was. En dus logisch, want we weten al meer dan een jaar, ook al heb je nergens last van, je kunt al besmet zijn. Collega-verkenner Annemarie Jorritsma die kan daarover meepraten, maar niet zo heel goed. Dat hoop ik natuurlijk van harte, dat ze niet heel erg ziek wordt. Het malle is dat ze eigenlijk tot nu toe totaal geen klachten had. Nou ja, dat is wel heel mal, zeg, inderdaad. En ik las deze week ook iets over de R-waarde boven de 1. Dat is goed hoor. Ja, hoe noem jij dat ding wat je daar hebt? De mondflapje? Mondslapje? Mergpeepje? Dwerggeitje? Leuk hoor, kun je hebben hoor. Dat is leuk. Leuk. Nou, Ollongren, positief getest dus. Die grabbelde haar boeltje bij elkaar en die rende naar de chauffeur voor een dikke 40 minuten aerosolen op de A4. En toen ze het binnenhof verliet, toen werd ze gefotografeerd met haar aantekeningen. En in die aantekeningen, daar stonden een aantal dingen. Ja, op die ingezoomde foto stonden zeker een aantal dingen. Bijvoorbeeld, meerderheid Eerste Kamer, voor niemand een must. En linkse partijen houden elkaar niet echt vast. En voor het team van Jan-Jaap en Bilal, positie, omzicht, functie elders. En vooral die laatste was een hitje, want kijk, het is al raar dat er in de formatie wordt gesproken over een individueel Kamerlid. Het is nog raarder dat er wordt gezegd dat die een functie elders zou moeten krijgen. En het is al helemaal gevoelig omdat het gaat om Pieter Omtzigt. Deze opmerking ligt heel gevoelig omdat hij op dit moment overwerkt thuis zit. En omdat hij als een van de aanjagers van de toeslagenaffaire vanuit kabinetskringen is tegengewerkt. Ja, Omtzigt is niet zomaar een Kamerlid. Hij staat bekend als iemand die doorbijt in allerlei pijnlijke kwesties zoals de toeslagenaffaire. En zo maakt hij de regering soms heel erg lastig. Bovendien, omdat hij zo kritisch is, haalde hij bij de verkiezingen vorige week meer dan 342.000 voorkeurstemmen. Dat zijn bijna 5 zetels. Meneer Omtzigt, kunt u even uw spullen van die zetels halen? Dat zijn mijn zetels, dat is mijn cello, dat is mijn doberman, dat is mijn acacia, dat is mijn grasmaaier en dat is mijn kettlebell. Kut, dat zijn er al 5. Ik kan zelf nergens meer zitten. Kut. En zijn populariteit geeft Omtzigt een soort machtspositie en dat vinden ze binnen het CDA natuurlijk weer ingewikkeld. Het CDA worstelt zelf ook af en toe met de positie van de populaire en kritische Omtzigt in de fractie. Ja, zijn eigen partij vindt hem dus ook af en toe lastig. Dus zou het misschien kunnen dat CDA-leider Wopke Hoekstra heeft gezegd dat Omtzigt een functie elders zou moeten krijgen? Nou, Wopke die gooide er meteen een tweet uit. Geen van de onderwerpen op het briefje van Ollongren zijn met mij besproken. En dat geloof ik ergens ook wel, want een van die punten was onderhandelingsstijl Hoekstra. Ja, ik neem niet aan dat hij zijn eigen onderhandelingsstijl op de agenda heeft gezet. Ik heb erover nagedacht en ik heb gekozen voor de onderhandelingsstijl hard to get. Is dat oké voor jullie? Meteen zeggen als je het niks vindt, hoor. Dan doe ik wat anders. Hoekstra die zegt dus dat hij het niet was. Nou, wie heb je dan nog meer bij het CDA?
Pieter Omtzigt natuurlijk. Heeft hij misschien zelf aangegeven dat hij even een jaar wil gaan backpacken op Malta? Nou, dat kunnen we ook uitsluiten, want zijn vrouw die gaf op Twitter een boze reactie en die zei dat Omtzigt zijn kiezers niet in de steek laat. Oké, dus Omtzigt zal niet zelf functie elders hebben voorgesteld. Nou, dan zou het nog kunnen zijn dat het misschien Rutte en Kaag waren. Maar Kaag liet dat meteen keihard ontkennen door haar persoonlijke woordvoerder. Ik kan u wel zeggen, ik heb er ook even contact over gehad met Sigrid Kaag vanavond. Dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken niet hebben gehad over Pieter Omtzigt. Ik wil alleen wel duidelijk maken dat ik, nog mevrouw Kaag, ik heb haar dat gevraagd. Ze zegt, nou zegt het ook meteen tegen de media als je ze vanavond ziet, dat wij in ieder geval niet over begonnen zijn. En dan moest ik van Sigrid ook nog even doorgeven dat er een lichtgrijze Citroën Berlingo op haar parkeerplek staat. En dat de D66-ledendag is verplaatst naar 18 april. Dag, dag. Goed, nog steeds is de grote vraag niet beantwoord. Waar alles om draait, is het kabinet stiekem bezig om een kritisch Kamerlid weg te krijgen? Heel Nederland denkt nu, misschien wel. Dat moet Rutte toch ook niet lekker zitten. Dus je zou zeggen, hij wil de onderste steen boven. Gaat iemand van het kabinet daar nog verantwoording voor afleggen? Of mevrouw Hollongren is nog minister? Nee. Gaat een verkenner daar nog verantwoording over leggen? Gaat iemand daar verantwoording over leggen? Nee, zeg maar, een verkenner is een opdracht van de Kamer. Dat is gestopt, er zijn nieuwe verkenners. Ja, en die doen dat ze voor een schone lei is en die kunnen daar ook niks over vertellen. Dus niemand gaat daar uitleg over geven. Nee, dat kan ook niet. Nee, dat gaat niet. Nee, dat gaat niet. Nee, die uitleg is weg. Hè. Die zit nu in mijn buikje. Ja. Die is er niet meer. Of waren het dan misschien toch de verkenners zelf die wilden voorstellen om Omtzigt een andere functie aan te bieden? Of eigenlijk moet ik zeggen, ex-verkenners, want Joritsma en Ollongren stapten donderdag op en werden vervangen door twee nieuwe verkenners. De twee-eigen tweeling Wouter Koolmees en Tamara van Ark. Die gaven een officiële verklaring over die gelekte zinnetjes van de vorige verkenners. Nou, wat was er nou gebeurd? Volgens die verklaring, Ollongren en Joritsma zouden een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken hebben gemaakt, waaronder berichten in de media. Maar we hebben even gezocht en niemand heeft in de afgelopen dagen in kranten of talkshows gezegd dat Omtzigt maar eens ergens anders zou moeten gaan werken. Ja, oké, alleen bij RTV Kut Omtzigt ging het erover. Maar die zijn de laatste tijd sowieso een beetje tendentieus trouwens. Gaan we naar het weer. Tornado in Mexico, helaas 9000 kilometer van het huis van die Kut Omtzigt. Alleen daar, verder nergens. Maar Koolmees die had nog een verklaring. Het is bedoeld als een interne voorbereiding voor gesprekken met fractievoorzitters. En dat is toch een interne voorbereiding om een soort een brainstorm sessie om onderwerpen te agenderen. Maar als het uit een brainstorm sessie van de verkenners komt, dan is dat toch nog erger? Hoe is die brainstorm sessie gegaan? En daar is gebruik gemaakt van allerlei bronnen, waaronder krantenberichten, talkshows en dat soort zaken. En daarin hebben zij zich gebaseerd op dingen die ze hebben gezien, dingen die ze hebben gevoeld. Ik voel dat Pieter Omtzigt moet optieven. Is mijn gevoel. De nieuwe verkenners vinden trouwens wel dat de oude verkenners fout zaten. Het is niet de afdeling, wat jammer dat je erachter bent gekomen. Dit is de afdeling, dit had niet mogen gebeuren. Afdeling, dit had niet mogen gebeuren? U spreekt met Tamara. Sorry, heeft u één momentje? Ik gooi net een bak zoutzuur over mijn hondje. Ja, ben ik weer. Hallo. Maar even, iemand heeft het opgeschreven. Iemand heeft functie elders opgeschreven. Dat is niet door de printer verzonnen of zo. Nee, er heeft iemand, of het nou naar aanleiding van een gesprek was of dat diegene het zelf heeft zitten bedenken, ingetypt positie Omtzigt, functie elders. Of dat nou Ollongren was, of Joritsma, of een ambtenaar, of het nou op aandringen was van Rutte, of helemaal zelfstandig. Het is door iemand verzonnen. Nou, voorlopig zit de waarheid nog in quarantaine, maar woensdag is er een debat in de Tweede Kamer waarin alle hoofdrolspelers zich moeten verantwoorden. En als daar geen bevredigende verklaring uitkomt, nou, dan ga ik ze volgende week zondag helemaal... Oh nee! Maar het allerergste is dit dus voor Pieter Omtzigt, die ook nog eens overspannen thuis zit. En van overspannen denk ik altijd een beetje, waar merk je dat nou aan? Nou, en dat ziet er een beetje zo uit. En is wat herstel van de rechtsstaat, die twee dingen. Ben je nou vermoeid, Pieter? Ik ben dodelijk vermoeid. Ik bedoel, ik heb al dagen niet geslapen. Dus elke avond, dat is het enige echte nadeel van Twente. Het ligt mijlenver van Amsterdam. Dus als je bij op 1 s'avonds thuis komt, dan kom je om 2 uur s'avonds thuis. En dan probeer je toch weer om 7 uur op te staan. Dus ik ben eigenlijk helemaal kapot en dat zie je nu.
Arme Pieter Omtzigt. Kijk, ik ben het heus niet altijd met hem eens. Hè. Die man zit bij het CDA en een spijkerbroek en een colbertje. Come on. Maar hij is wel een Kamerlid zoals het hoort. Kosten wat het kost, de waarheid boven tafel krijgen. En daarom gun ik Pieter Omtzigt vooral rust. En ik weet dat je kijkt, Pieter. Hè? En daarom had ik bedacht, ik ga gewoon een verhaaltje voorlezen. Hè? Gewoon voor het slapen gaan. Kun jij lekker in slaap vallen en een beetje tot rust komen. Het is een sprookje, dus speciaal voor jou. Komt-ie. Lang geleden, in een land hier ver vandaan, was er eens een groot bos. Aan de rand van het bos stond een klein huisje. Oh, Pieter Omtzigt. Nou, oké. Hoe lang geleden, hoe ver hier vandaan, zijn daar documenten van en kan ik die binnen 2 weken krijgen? Pieter, chill nou even. Dit is gewoon, het is even speciaal voor jou. Gewoon even lekker ontspannen. Rustig. In het huisje woonde een arme houthakker met zijn vrouw en 2 kinderen. De houthakker zei, we hebben geen geld meer om onze kinderen eten te geven. Wat moeten we doen? Wacht even, sorry. Zeg die mensen dat ze even een mailtje sturen naar mij of Renske, dan kijken we ernaar. Pieter, rustig. Het is een sprookje van 200 jaar oud. Dus, oké. Okay. En toen was... Wacht even. 200 jaar en nog steeds geen duidelijkheid. Ik vraag al sinds Assepoester om die stukken. Oké. Okay. Ander sprookje dan. Dit werkt blijkbaar niet. Even zien, wat hebben we nog meer? Deze... Oh, deze is wel leuk. Oké. Okay. Bij het vuur danst een mannetje. En die zingt... niemand weet dat ik Repelsteeltje heet. Wacht even. Ik denk dat ik meer weet over de naam van Repelsteeltje. Even bellen. Pieter! Rustig. Oké, ander sprookje. Dus dat werkt blijkbaar ook niet. We zien, hebben we nog meer. Deze. Oh, deze is wel leuk. De rode schoentjes. Een prinses droeg prachtige roodgelakte schoentjes. Er wordt weer veel te veel rood gelakt. Ik wop wel even een vorige versie van het sprookje. Dan laat ik weten wat er verborgen wordt. Okay. Nog een andere dan. Even kijken. Hier. Kleine zeemermin. Ze raakt haar stem kwijt en daarom... Oh, die stem die is dan waarschijnlijk gegaan naar Hugo de Jonge. Ja, oké, okay, ja. Dat is gewoon een goede grap. Dat is een leuke grap, Pieter. Dat is gewoon leuk. Maar ja, wat moet ik dan, Pieter? Zal ik anders een rapport voorlezen over de rechtsstaat van Montenegro? Hij is aan het typen. Heel lang aan het typen. Ja. Oké, nou prima, doen we dat. Die heb ik hier toevallig ook. De laatste jaren is er lichte verbetering geboekt ten aanzien van de rechtsstaat in Montenegro. Wel zijn er zorgen over corruptie binnen de adviesorganen van de regering. Volgens het laatste rapport van de Raad van Europa is er bij diverse benoemingen sprake geweest van... Oeh, hij is offline. Volgens mij slaapt hij eindelijk. Welterusten, Pieter. Even geen lawaai, jongens. Volgende onderwerp. Zondag met Lubach. Wond je witte neukfilter? Kanoneer je man op Wit Kabaal. Of baat de gedichtjes achter in de torrent. Slik bier, word je te abonneren. Vlag hoor, boei.